Welkom bij Warme Bubbles. En ik ben terug van weg geweest. Ik weet niet waarom jij op een gegeven moment iemand anders hier in deze stoel had gezet, maar goh, dat mag ik niet zeggen. Het is Warme Bubbles. Je was heeft iemand anders Warme Bubbles gedaan? Ja, hij heeft hem op een gegeven moment twee keer zelf of zo gedaan. Ja, maar dat waren ook niet zomaar Warme Bubbles. Dat waren zeer warme bubbles. Maar op een gegeven moment heeft hij ook nog een keer volgens mij een niet zeer warme bubbel. Nu trap je Jelle op zijn ziel. Ja, godverdomme. Wij mogen ook. Ja, jij mag heel af en toe aanschuiven bij de piepshow, maar dat heb ik ook nog nooit mogen doen. Ik ga toch ook niet zomaar een soort van de piepshow hier zitten doen met Joey. Nee, en dan zeggen van ja, dit is de piepshow. Maar ik zeg ook de hele tijd, ik wil niet bij de piepshow. Dat is jullie show. Ja, nee, maar ik zeg dan af en toe tegen jou, ga nou even af en toe bij de piepshow zitten, zodat je eventjes die twee oude mannen kan factchecken. Dat je gewoon de I call bullshit. Yeah. Bullshit! Weet je, dat je de hele tijd gewoon bullshit man bent. Dat kunnen de kijkers prima zelf af. Dat is ook zo. Ja, nee, zoals ik dat zie. Dat is ook waar. Maar welkom dus bij deze warme bubbles. Terwijl het ook echt warm is in de studio. Het is bloedheet in de studio. Dit is waar het ontstaan is, deze het is echt warmer dan toen het echt warm was buiten. Ja. Nee. Jawel, ik ben nu aan het glimmen. Ja, ik glim altijd. Maar nee, daar ben ik niet mee. Mijn interne thermometer is heel lijp. Het is hier heel goed, houd positief. Het zijn warme 27 graden, denk ik. Ja, dat is heel gek dat ik nou niet. Ik zag eergisteren een. Je hebt de augustus sterren de shit die altijd langskomt. Dat je vallende ster kan kijken rond midden augustus. Toen zag ik er een. Toen heb ik. Wat denken jullie dat ik heb gewenst? Mag je eigenlijk niet zeggen? Nee, want dat komt er niet uit. Het is al uitgekomen, regen. Nee, het is, ten eerste heb ik het niet zien regenen. Ik hoop dat jij nu regen ging zeggen dat je dat had gewenst, omdat ik dan een droog Lowlands heb dit weekend. Ik heb gewenst om een Ice Age. Heel humble. Helemaal niet van een grote schaal. Nou ja, nee, ik heb gewoon gewenst naar iedereen die het hoorde. De God, de kosmos, de vallende ster om een fucking Ice Age. Dan kan ik je eind van het jaar. Dan kan ik je feliciteren. Goed nieuws. Want het komt eraan. Alleen, ik weet niet of je het gaat meemaken. Nee, ik bedoelde dus nu. Dat voelde ook de intentie. Werd gevoeld door de diëtiteiten of iets dergelijks, die is die ik heb aanbeden toen, dat het echt zoen. Nou, de kans is dan klein, maar wellicht is er ergens een meteoriet die we niet hebben gezien, die dan ergens inslaat en dat de hele aarde in een nieuwe ijstijd. Maar ik vind wel een ijstijd zonder mammoeten is toch niet meer het helemaal hetzelfde. Die zijn we aan het terugbrengen. Ja? Ja, nee, oprecht. Er wordt binnenkort de eerste officiële echte mammoetjes geboren. Alle mammoetjes. Jurassic Park. Ja, ze zijn nog klein. Ja, maar echt letterlijk zoals Jurassic Park-like mammoetjes. Yes. Ja. Goed bruggetje. Heel lekker. Precies. Want? Ik wil niet meer. Nou, ik was laatst al. Ik dacht warme babbels. Ik had geen tijd en ik wist het eigenlijk allemaal niet zo goed. Ik wilde namelijk enthousiast zijn over games. Maar het enige wat ik de laatste tijd heb gespeeld is KO de Kangaroo. Wat gewoon niet was wat ik ervan gehoopt had. Wat had ik ook kunnen weten. Maar je verwachtingen lagen te hoog. Ja, nee. Nee, maar ik had gewoon heel erg zin in een Spyro-like game. Ja. En dit leek er een te zijn, maar het was wel echt net niet helemaal vermakelijk, maar niet meer dan dat. Stray viel natuurlijk een beetje tegen. Was een fantastische game, maar ik had toch gehoopt dat het iets meer een platformer zou zijn. Dat was het gewoon niet. We zijn natuurlijk laatst naar een moviepark geweest. Ik was dit weekend in de Efteling en ik wilde een keer nog een nerdcultje maken over vette nerd-attracties. En toen hadden we het, ja, dat is een podcast, dat is niet handig, zit beeld bij. Dus toen dacht ik, nou, dan neem ik dit attracties gewoon lekker mee. Warme Bubbles. Naar Warme Bubbles. En dan begin ik dus met voor mij, het zijn allemaal attracties waar ik zelf ook nog nooit ben geweest. Dus die heb hoog op mijn lijst staan met wat ik nog een keer wil zien en doen. En Als connoisseur, dan ben ik wel benieuwd naar jouw bucketlist. Ja, nou, en als kermistokkie, wat komt eraan? Touwtje trekken. De grijphaak. Ja, precies. Nee, de eerste attractie die ooit echt op mijn radar kwam, of in ieder geval waarvan ik dacht, wow, ik wil naar Amerika naar een attractiepark, is de Jurassic Park The Ride. Want er kwam deze VHS-trailer, die zat dus altijd voor als je een videoband had, kwam dit. Voor je videoband kwam dit. Ja, dit ziet er lijp uit. Het ziet er zo vet uit. En wow, heel lijp, hè? Ja. Maar daarom, je zou meteen denken, ze hebben gewoon echt Jurassic Park gebouwd. Ja, en dat heb ik dus, hebben we het al vaker over gehad, waarom ik theme parks vet vind. Wat de attractie zelf doet, maakt me niet eens zo heel veel uit. Ik vind gewoon de gecreëerde wereld, het idee dat je op een filmset staat, dat vind ik er zo vet aan. En Jurassic Park is tegenwoordig de Jurassic World Ride. Vooral Universal is wat kleiner, dus dan moeten ze gewoon één keer in de zoveel tijd die attracties ook wel een update geven. We waren hier natuurlijk in Movie Park inderdaad laatst. En ik werd zo happy van die rides überhaupt. Gewoon, het is zo zen om in zo'n ding te zitten. En gewoon inderdaad naar zo'n setje te kijken. En
Ja, het is heerlijk, man. Ja, deze heeft wel... sinds de Jurassic World zijn ze overgegaan op schermen. Dat is een soort van wat CGI is voor een moderne film. Oh, wat zonde. Zijn schermen dat voor attracties. Dat is wel heel... Dit niet. Nee, dit zijn schermen. Dit zijn schermen? Is dit een nep aquarium? Ja, kijk maar dadelijk. Fuck you, kijk, want er komt dadelijk een gigantische... Dat is helemaal niet, ...visosaurus aan. Dit is nog een haaitje. En die wordt opgegeten. Waarschijnlijk wel, hè? Die wordt opgegeten. 100% wordt die opgegeten. Onder. Hier, kijk! Ja, daar was hij. Kijk, en dan komt hij erover langs en dan valt er wel weer net wat water uit. Kijk, dat is dan weer... Dat vind ik dan smart. Wel, dat vind ik dan weer smart. Oprecht? Ja. Het ziet er beter uit dan dat ik had gedacht met schermen. Ja, ja, dit is daarom heb ik deze ook meegenomen. Want ik vind dit er nog steeds... later krijg je ook T-Rex animatronics. En die zien er echt uit als Rexy uit Jurassic Park 1. Pony. Ja. Ik denk ook dezelfde techniek, want die T-Rex uit Jurassic Park, dat was een nachtmerrie. Omdat ze natuurlijk dat ding hadden gebouwd. Het geeft je ook wel een goede sense of skill, moet ik zeggen, hoor. Ja, dat zeker. Ja. Alleen het maakt geen sens, want hij gaat hier duidelijk de hoek om en dan is er geen aquarium. Dus nee, dat is wat het grootste probleem ermee is. Maar je hebt natuurlijk die T-Rex uit Jurassic Park. Die moesten ze de hele tijd met handdoeken droog maken, want ze hadden dat ding gebouwd, maar ze hadden er niet over nagedacht dat die scène in de regen afspeelde. Dus dat was een productienachtmerrie. Wat stom. Maar wel een van de ja, ik hoop dat we nog iets verder in het filmpje kunnen zien. Het is echt op het allerlaatst, dan komt dus de T-Rex, die komt op je af, vroeger. En nu hebben ze een scène waarbij die van Jurassic World, de Omnius Chris Rex, Pratt. Domnius Rex met de T-Rex begint te vechten daar. En dat ziet er super vet uit. Ik denk dat het nog wel wat verder is dan dit. Maar dit is dus een van de eerste attracties waar ik eigenlijk voor naar Amerika wilde. Ik zou vorig jaar eindelijk gaan, maar dat ging niet door. En dit zijn dus nul. Dit is allemaal. Dit is een robotje. Oh, dat is een animatronic eigenlijk. Ja, oké. Gelukkig is er nog wel wat hier. Nee, zeker. Alleen dit aquarium is scherm. En kijk, daar heb je hem dan, de Indominus Rex. Ja, kijk, dit ziet er gewoon. Als je dit met een goede camera filmt, dan heb je gewoon een filmset. Is dit een animatronic? Dit is zeker, ja. Lijp. Ja, en nu komt er dus daar. Het is wel klein. Het is totaal niet de maat van een echte Rex. Kijk, hier komt dan nu nog de Rex. Daan is net kijk, zo groot. Kijk, daar is Rex. En die vechten nog even met elkaar. En dan ga je donder je naar beneden. Er komt een moment dat we dit kunnen, hè, met z'n allen. Misschien moeten we, heb je ook wel, misschien hadden T-Rexen wat meerdere stembanden. Dat je ook met meerdere stemmen dit moet doen. Oké, ik weet niet of we dit echt... Het geluid kunnen. Ik weet niet of we dit echt moeten gaan doen. Want straks komen we er gewoon achter dat T-Rex eruit zien als een grote kip. Ja, dat is ook zo. Dat zijn we eigenlijk al een beetje. Ik wil niet dat die bubbel nog verder geburst wordt, zeg maar. Ver. Maar hoe beangstigend is een hele grote kip wel? Een hele grote kip, inderdaad. Beangstigend, omdat het heel teleurstellend is. Nou, weet ik niet. Super scary, hoor. Een T-Rex met veren? Ja, en dan zo plop. En dan tikt die soort van... Oh, fuck, natuurlijk. Gekukkelde. Hou op. Oh, dat zou heel vet zijn. Maak je niet kapot. Dus ik zou het wel vet vinden. Je hebt... Dat is het dan. Dus dan is het alsnog dat gewoon. Ken je dat? Dat ze gewoon heel Jurassic Park remaken, maar dan met een gigantische kip erin. Dat lijkt me heel vet. Nee, doe het niet. Kukkelen deepfake. Ja. Met een haan. Dus dat. Zou ik nog eentje uit mijn lijstje? Ja, zeker. Maar je hebt ik heb vier attracties. En dan nog later ook nog een ander ding. Ja, precies. Dus we gaan alle attracties... Dan gaan we naar de een klassieker. De laatste attractie die Walt Disney zelf nog heeft gemaakt en bedacht. Ride of the Nazis? Nee. Is het Ride of the Nazis? Nee. Unfortunately. Dat is maar een klein deel van zijn legacy natuurlijk. Wel een belangrijk maar dat maakt ook niet uit. Het klopt ook niet helemaal volgens mij wat daar allemaal... Walt Disney's Ride of the Nazis. Wat jij hebt met T-Rex en kippen, dat heb jij met Walt Disney en Nazis. Hij heeft gewoon een klusje nog even. Hij had gewoon wat geld nodig. Kan gebeuren. Hij heeft ook Amerika-propaganda gemaakt in dezelfde tijd. Oh. Ja, dat is gewoon nog smeriger eigenlijk. Nou ja, Serving gewoon... both sides. Nou ja, nee, het is onpartijdig. Dan ben je gewoon een artist. Wat is dat ook weer in The Last Jedi? Dat beide partijen eigenlijk... De gray side. Walt Disney, dus ik heb een filmpje meegenomen dat hij de original Pirates of the Caribbean aan het bedenken is. Kijk, dit is wat ik vet vind aan Disney. Maar oprecht, en nog steeds dit is toch gewoon Walter of hoe heet hij, Stark? Maar ja, Howard Stark. Ja, ja. Dit is 100% Howard Stark. Maar die met films zijn hierop gebaseerd. Ja, dat is hierop gebaseerd. En Disneyland komt uiteindelijk ook uit een expo. Hij deed eerst expos voor bepaalde bedrijven. En toen stonden die attracties daar. En die... Stark zelfs in die scène draagt volgens mij exact hetzelfde pak ook. Ja, nee, dat is 100% hier natuurlijk op... En misschien ook dezelfde nazi's nog. hij heeft geen nazi-stem hoor, Walt. Nee, dat is vrij, Nee, maar dit was Pirates of the Caribbean. Een van de eerste water...
Avatar Dark Ride. Nou, dat is niet waar. Nou, maakt niet uit. Dit piraten. Ja, het is Pirates of the Caribbean. Dit, jawel, dit is de concept art. Kijk, dit, wow. Ja, dit is de concept art voor Pirates of the Caribbean. Wat ik heel vet vind, is sowieso, en Disney doet dat nu nog steeds, dat ze van die filmpjes maken, behind the scenes. Met zijn dit de jaren 50 trouwens? Het ziet er echt super vet uit. Nee, later. 70. Later? Oh. 70, ik zie echt zo'n sikke 50-jarige bril namelijk. Ja. Ik vind het wel grappig dat, dus toen waren ze dit nu aan het sculpten. Het heeft nog steeds, Disney design heeft nog steeds een beetje dit soort looks. Ja, maar ze zijn er denk ik vrij snel achtergekomen wat werkt qua ogen en dergelijke. Dus dit is eigenlijk een beetje de character die ik dus altijd in een character creator maak. Dit is een beetje hoe dat eruit ziet. Ja. En die eindigt al. Dit zou een wassen beelden walkthrough zijn. Op een gegeven moment dachten ze, nou ja, er moet wel een bootje komen, want het zijn toch piraten. De originele Pirates of the Caribbean ging je ook eerst naar beneden en dan naar boven. Dat is later aangepast. En op een gegeven moment kwamen natuurlijk de films die op de attractie gebaseerd waren. Dus Pirates of the Caribbean is gebaseerd op de ride. Ja. Heeft een heel eigen leven gekregen doordat Jack Sparrow zo'n iconisch karakter werd eigenlijk. En toen dachten ze in Disney Shanghai, en die zien we hier. Dit is echt, dit is waarom schermen soms ook weer wel werken. Want hier krijg je op een gegeven moment schermen. Kijk, dit is ook vet. Het is een skelet en het is ineens Jack Sparrow. Hier hebben ze dus... Shanghai is natuurlijk een park wat later is gebouwd. Zag je wat er gebeurde? Het is een pop. Met een animatronic, ja. Clearly. Maar hoe kan het een pop zijn en een hologram? Het is Pepper's Ghost. Dus het werkt eerst met spiegels. Oh, en dan ja. Vervolgens krijg je het daadwerkelijk te zien. Heel vet effect wel. Ja, ja kijk, de animatronics zien er echt fantastisch uit. Ja, jeetje. Do you feel her death? En dit is dus een evolutie. Dus eerst was er de attractie, daarop de evolutie was de film. En nu hebben ze de films weer doorgeëvolueerd naar een Pirates of the Caribbean attractie in Shanghai. Niet een van de beste parken die er is, maar deze attractie ziet er amazing uit. Waarom niet? Is dat niet de beste park? Want ik had zoiets van, misschien moeten we naar het scherm is wel super obvious hier trouwens. Ja, maar het is ook vaak als het gefilmd wordt, helpt niet mee. Nee, ik vind hier de combinatie. Kijk, als je de originele Pirates of the Caribbean zou zien, zou het daar gewoon donker zijn en dan zou er een maan op geprojecteerd worden. Dus ik denk als je er echt in zit, de experience om je heen hebt met geluid, muziek, schaduwen, zwaardgeluiden. Nee, het komt natuurlijk nog steeds wel vet over. Kijk, maar. Dus je hebt inderdaad ooit zoveel geld dat je dit laat namaken gewoon en dat je zelf een estate hebt, net zoals Neverland was, dan ga je toch juist daar in die piratenboot hier slapen. Zeker. Dat soort shit. En dat vind ik dus vet in die Pirates attracties. Die hebben altijd langs de ride een restaurant zitten. Dus je kan daar gewoon naast dat al die bootjes vaart zitten, kan je zitten eten. In theme. In de attractie, in thema. Ja, fucking sick, man. En kijk, hier ook het scherm. Je hebt wel het gevecht, maar hij trekt daar in het touw en in het echt gaat er iets omhoog. Kijk, dan heeft dat schermgebruik wel weer iets meer flair dan dat het vaak heeft en dat het water begint te stromen. Ik vind het echt, dit is meesterwerkmakend cool. Meesterwerk als het gaat om attractiedesign. Ja. Dus die had ik ook meegenomen. Dan gaan we naar... Maar dit heeft elke... Niet elke Disney heeft dit. Nee, dus je hebt... Heeft een klein pirate. Ja, dus Parijs... Nou, eigenlijk alle andere Disneylanden hebben nog de originele versie. Die zijn wel aangepast dat... Nu heb je dus Jack Sparrow zitten in en dergelijke. Dus die hebben nieuwe scènes gekregen. Deze is echt later pas gebouwd. Dus deze heeft daarom de Pirates... Full Monty. Full on in Shanghai. Teaming. Dus we moeten naar Shanghai. En het Shanghai Park en het Japan Park... dat is een magnet. Die zijn niet van Disney. Nee. Dus die franchise eigenlijk de hele boel. Ja. Die hebben gewoon veel meer geld. Dus ze maken wel gebruik van de Imagineers en de creatieve koppen van Disney. Maar dat zal wel moeten dan, denk ik. Of niet? Ja, nou, dat wil je ook gewoon, want dat zijn de beste mensen. Ja. Alleen waar in de andere parken Disney gewoon soms zegt, ja, heel leuk idee, maar we fuck geld. Ja. Hebben ze dat in die parken veel minder. Die hebben zoiets van, ja, smijt er maar meer geld in. Ze komen toch wel, ja. We verdienen er wel aan. Sick. Dus daardoor worden dit soort zieke attracties dope. Gemaakt. Ik zat ook te denken, die eerste die je had, we kunnen ook gewoon een keer een Game King strip doen naar Costa Rica, om naar Isla de Watermelon, dat is heel vet. Toch? Ja. Jurassic Tours, want we zijn allemaal fan van Jurassic Park. Misschien moeten we het gewoon met meerdere films doen. Dat we gewoon movie tours. Nou, we hebben het een keer in Vietnam toen gedaan. De King Kong set, inderdaad. Maar als we nu de Jurassic Park is nog veel nerdier, veel logischer. Dus we moeten naar Costa Rica met Game Kings. Ik weet niet of ze daar. Ik denk niet dat ze daar staf hebben achtergelaten. En ik weet ook niet hoeveel er daar is opgenomen. Meestal zal gewoon in de studio zijn natuurlijk. Ja. Maar bij Kong was het wel zo. Ze hadden daar de hele set op en zijn gewoon weggegaan. Ja. Dus voor de rest alles stond er. Dat beginstartje uit Pirates of the Caribbean, de eerste, die staat voor
volgens mij ook nog volledig. Dus en waar is dat? Tortuga, weet ik. Volgens mij is dat ook daadwerkelijk wel ergens in Costa Rica, in het Caribisch gebied. Okay. Ja. Nou, we moeten filmset tour doen door het Caribisch gebied. Nou, ja. Weet je, we gaan ook nog even langs Shanghai zouden kunnen staan. Ja, we gaan gewoon een Caribisch gebied op zoek en als we het niet vinden, ja, jammer. Jammer. Ja. Nee, ik hoop in ieder geval dus met deze dingen allemaal jullie warm te maken. Dat is al een beetje gelukt eigenlijk voor pretparken. Maar waren we al een beetje voor Duitsland, maar door Duitsland. Ik wil nu naar elk pretpark. Niemand kan pretparken haten, toch? Nee, maar dat is ook wel het ding. Theme park en pretpark vind ik nog wel echt... Ja, je wil theme park, want dat is nu ook op een gegeven moment. Je hebt natuurlijk die Star Wars en die Star Trek rides. Dat je gewoon even 3 dagen wordt meegenomen in een fucking fictionele play. Ja. Dat hotel, ja. Ja, dat wil ik echt. Ja. Full on, dat ik dat gewoon op camera en tegen de hele wereld wil zeggen. Dat ik zo nerd 5K ben. 5K van het weekend is het. Er zijn weinig attracties waarvoor ik zou willen reizen. Maar ik wil nog wel ooit een keertje die life-size Millennium Falcon zien. Bijvoorbeeld, dat soort shit. En die Rise of the Resistance rides ook vet. Die heb ik nu niet meegenomen, omdat ik dacht, als we ooit nog een... Ziet er wel vet uit. Een vervolg hebben, kunnen we dit, dan moet die niet tegennoemen. Wat ik wel heb meegenomen, mijn andere werkverschaffer. Die was toevallig vorige week met... Houden ze de vlam met, James Cameron in gesprek. Oh. We zijn bezig voor IMAX, voor wat dingen voor Avatar 2. En toen dacht ik ineens, ik ben best wel zin in Avatar 2. En wat ik dan weer vet vind... Ja, dit is goed dat het geen nerd culture is. Ja. Want anders had je hier gewoon zo de studio uitgebonsjoerd. Ja, ik heb er wel zin in. Maar dat is, ergens hebben we natuurlijk gelijk gekozen. Want we zeggen altijd, de enige mensen die psyched zijn voor de Avatar franchise... zijn mensen die werken aan de franchise. Okay. En dat is wat je dus nu gaat doen. Want je zegt net dat jouw andere werkverschaffer in talks is met James Cameron. Dus je werkt aan die franchise. Dus daarom heb je er zin in. Ja, dat is how it works. Puzzelstukjes vallen in. Ik krijg betaald om dat te zeggen. Wat ik vet vind, is dat natuurlijk die films... dat waren gewoon mensen met bolletjes pakken die rond aan het rennen waren. De films? De film, sorry. Ja. Ik heb de tweede al gezien. Hij heeft stiekem de tweede al gezien. James Cameron heeft dus in zijn huis in Nieuw-Zeeland heeft IMAX daar een IMAX-scherm in laten zetten. Speciaal voor hem, zodat hij die shit kan kijken. Ja, hij heeft ook een IMAX-scherm waarschijnlijk in zijn onderzeebootje, waar hij... Ik heb een groot IMAX-schermpje in mijn U-boot zitten. Wil je U-boot vond ik een raar verhaal. Dat is U-boot. Dat is U-boot. Dat vond ik dus een raar verhaal. Hè? Ze hadden ook een gesprek over practical effects. Sorry, op Isla Bonitas gaan we met Yui in een Yui helikopter. Dat is ook, there you go. Dat is ook geniaal. En er moet wel iemand in een helikopter achteraan voor de B-roll. Uiteraard, dan ga ik dat wel doen, ja. Met een telefoontje achter een helikopter aan. Wat ik vet vind, is dat die wereld dus niet echt bestaat. En dat ze bij Disney dachten, laten we die wereld nagaan maken. En nu heb je dus The World of Pandora... En dat is letterlijk Pandora in Animal Kingdom, in Orlando. Jesus. Veel parken. En daar hebben ze dus Pandora nagebouwd. Dat is letterlijk het enige coole uit Avatar is de wereld. De aesthetics van die wereld. Ja, zeker weten, Het allerenigste en enige. Ja, het verhaal was vrij zwak. Kijk, het is heel makkelijk om te zeggen, het was gewoon Pocahontas met Smurfen. Ja. Of dat is niet makkelijk, maar tegenwoordig... Luchtsmurfen. Het is nu wel heel makkelijk om dat te zeggen, maar ik vind... Omdat het waar is. De wereld wel echt fucking creatief en mooi. En dus... Creatief niet. Mooi. Ja, oké. Laten we het tekenen voor mooi. Als daar nog wel vette verhalen in verteld gaan worden, ben ik op zich wel... Tuurlijk, ben ik erbij. Als. Nou ja, we gaan het meemaken. Ja. Ja, dit Animal Kingdom is sowieso een heel vet park. Wat is dat nou weer? Ja, dus je hebt je hebt Disneyland en je hebt Disney World. En in Disney World heb je het Disneyland Park. Maar heb je ook weer de studio's en Animal Kingdom. En Animal Kingdom is eigenlijk een natuurpark. Dus er zitten ook safari in. En gewoon heel veel animal conservation. Het is echt gewoon een safari park. Ja, maar dus ook / attractiepark. Waar is het? Dit is in Florida. Florida. Dus ze hebben... Ja, dat bedoel ik, dit bestaat dus gewoon echt. Hè? Dus daarom heb je een soort van speciaal. Nou ja, ze stonden letterlijk gewoon in de wereld waar echt dit soort shit was. Ja, oké, maar dat kan je over elke vorm dan zeggen, toch? Dan is er niks meer creatief of nieuw. Nou ja, dingen die echt soort van niet bestaan in de echte wereld, die zullen ook nog wel eens in sci-fi films belanden. Dit hebben we nog nooit gezien. Ja, oké, maar dan is Tatooine ook wack, omdat het een zandplaneet is. Ja. Je moet je fucking bek houden, joh. Nee, dat was een vraag. Hey, dat mag niet. Dat mag je niet zeggen dat het wack is. Dat is positief. Je kan ook te ver gaan. Ja. Maar ik vind dit zo vet. En dat zie je nu niet. Maar s'avonds geeft ook de vloer licht waar je loopt en zo. Dus dat is sick. Het is gewoon heel vet. Nog eentje dan. Mijn favoriete franchise alle tijden. Misschien. Indiana Jones
Die had het concept. Disney begint altijd met Blue Sky Imagineering, noemen ze dat. Dus dan heb je echt. Je hoeft niet na te denken over geld. En dit The was Temple het, of Doom? Dit was het concept voor de originele Indiana Jones theme park. Ze hebben Adventureland in Disneyland. En dit zou dus een werelddeel worden. Dus je ziet daar bijvoorbeeld het bootje. Dat is de Jungle Cruise. Dat is al een attractie. Dan rijdt er daarboven rijdt nog een treintje langs. Want er rijdt zo'n treintje rondom ja. Disney. Nou, die ging dan ook door deze attractie. Hier zien we een achtbaan ook recht onderin. Onderin heb je inderdaad de Temple of Doom achtbaan. En daar links, dat autootje, zie je ook nog rondrennen. En oh ja. Dat is wat nu het originele Indiana Jones Adventure is. Maar dit zou dus één groot concept worden. Nou, dat bleek toch... Internal. Ja, dit werd één groot ding. En die attracties liepen allemaal door elkaar heen. Dit is heel erg hoe Tokyo Sea er nu uitziet. Wat de pinnacle of theme parking is. Ja, die hebben daar, dat is rondom die volcano. Ja, dat is echt heel sick. Dat is Tokyo Zee Disney. Tokyo Disney. Ik had liever dat ze, aan de zee ligt. Ik had liever dat ze Raiders of the Lost Ark hadden gepakt. Gewoon wat piramides met wat haken kruisen links neer. Toch wel weer, hè? Geen kwaad. Zeer leuk. Maar de uitgang is goede warme babbels. Ik heb deze warme babbels via sterretjes. Maar er is uiteindelijk Indiana Jones Adventure uit voortgekomen. Dat is een jeep ride door een tempel heen. En de achtbaan hebben we uiteindelijk in Disneyland Parijs gekregen. Dat ja. is eigenlijk een beetje een trieste... Elke attractiepark heeft zo'n mijn... Nou ja, wat het is voor Disney was het best wel... Laten we hier eerst even naar kijken. Ja. Kijk, dit is de... Thanks for the beelden YouTube. Dit is wel de Japan versie volgens mij. Dus dit is de Kingdom of the Crystal Skull versie. Maar dat is mijn slaapkamer, dude. Fuck yeah. Maar je rijdt dus in een jeep. Wow. Heel bruut. Het is echt heel erg vet. En dan ga je door de tempel heen. Je ziet elkaar ook. Crap! Zo, dat is echt, ik zweer het je, we hebben over een jaar een podcast over theme. Ik word hier heel fucking enthousiast van. Theme parking. Dit kunnen prima onder nerdcultures scharen, hoor. Ja. Heet het dan Park the Bus of zo? En dan gaan we met een bus overal heen. Ja, goed weet. Nou, laten we het copyright op. Dan kan het ook meteen over voetbal gaan. Domein vastleggen. Voetbal en theme park. Kijk dan hier. Park the Bus. Het is toch insane hoe dit allemaal... Het is insane hoe vet gedetailleerd dit is, ja. Ja. Dit is Japan. Zo, maar het is allemaal Disney wel wat we hier nu aan het... Jurassic Park was Universal. Oké. Okay. De rest is inderdaad allemaal Disney. Maar, ja, ik heb maar ook hij nog... zei ook, Imagineers zijn de allerbeste. Ja, ja, nee, ja Universal... Met Universal obviously. Universal staat gewoon wel bekend om dat ze heel veel schermen gebruiken. Dat doen ze soms heel goed. Je hebt een Spider-Man ride, die schijnt echt top-notch te zijn. Dat schijnt een van de beste attracties ter wereld te zijn. Maar die laat je niet alleen. Volgende keer. Nou ja, het probleem is dat als je een filmpje hebt van van een attractie met schermen, dan ziet het er meteen, zoals we het net ook hadden met die Pirates Ride. En wow, er komt een bal. Ja, dit is vet. En dan ga je net onderdoor. Ja. Nee jongens, wat ziek zeg hij. Ja, heel erg vet. En de achtbaan kwam dus uiteindelijk in Disneyland Parijs. Dat is een beetje de dat is gewoon, als je dit ziet, dan denk je, die achtbaan. Ja. Het enige wat het was, is dat het de eerste Disney attractie ooit was die over de kop ging. Dus dat had het met zich mee, want Disney ging er altijd ging deze over de kop? Nee, de achtbaan die we nu misschien nog even... Ja, kijk, deze. Die staat dus in Disneyland Parijs. Precies. Want Disney had altijd zoiets, het moet voor iedereen zijn. Maar dit is gewoon Minecraft. Het mag niet over de kop gaan. Maar dit zou dus eigenlijk nog in de attractie die we hiervoor zagen zitten. Dus dan had je en een achtbaan en die jeep ging eromheen. Ja, dat zou het het grappige is dat het vaak het zijn of achtbanen of experiences. De meeste van die attracties. Nou ja, het is nooit echt een killer combo of boven. Disney weet het wel te combineren. Je hebt het Big Thunder Mountain in Disneyland. Alsnog veel achtbaan, weinig experience. Er zat wel wat experience bij, maar het is niet dat je echt gewoon dat je die hele intricate soort van shit had met beeltjes. Nou, dat heb je dus in Parijs heb je bijvoorbeeld Crush Coaster. Dan zit je in een schildpad van Finding Nemo, dat is zo de Australië. Ja, ja. En dat begint als een rit met beelden en Nemo en stemmen en gedoe. Ja. En uiteindelijk vlucht je. En maar de twee zijn ook moeilijk met elkaar te combineren, want nou ja, achtbaan en achtbanen moeten gewoon snel gaan. En door letterlijk die scenery wil je niet snel heen gaan. Nee, maar daarom juist. Dus wel in dezelfde kaart zitten, maar een gedeelte heel langzaam en vet. En dan op een gegeven moment doorgaan in een high energy coaster. Ja, daarom, dat heb ik niet zit, vaak de, gezien. De beleving zit inderdaad vaak in het begin. Hè. Je hebt in de Efteling bijvoorbeeld Vliegende Hollander, heb je een fucking chique rij. En de attractie zelf staat niet zoveel voor. Maar voor mij is dat al deel ervan. Ja, zeker. Dus dat was mijn eerste lijstje met super erg nerdy, maar wel heel erg vette attracties. Het is wel warm hoor, deze babbels. Warm hè? Ja. Ik vond het. Je hebt mij ook heel erg enthousiast gemaakt hierover.
Vet toch? Jij zit vrij stil, zit je gewoon te genieten van de Beldos. Ja, ja, heel erg. En, weet je, wat ik al zei, niemand kan pretparken haten, denk ik. Maar ik ben niet op de hoogte wat er allemaal te genieten valt. Dat bedoel ik, dan krijgen we straks inderdaad, gaan we, misschien moeten we een joint ding doen. We gaan natuurlijk dus we gaan naar de Caribbean, om gewoon de real life movie set, super duur. Yep. We gaan naar een Comic-Con en we gaan naar een paar hele vette attracties. Het is Nerd Culture gaat uitbreiden, hoor ik. Dat denk ik, ja. Ze eten het Game Kings op. Ja. Precies. Kunnen we het gewoon over games hebben? Kunnen jullie het gewoon over Game Kings? Ja, precies. Hey Koos. Ja. Jij had ook warme gevoelens bij iets deze maanden. Nou, ik kreeg te horen dat ik hierbij zou zitten. Ik moest echt lang nadenken over wat vind ik nou vet om te doen altijd. Gewoon iets wat ik ieder jaar eigenlijk wil doen. En omdat ik afgelopen week naar Leverkusen ben geweest. Precies. Voor de opening van de Bundesliga. Ik ben trouwens misschien de tweede wedstrijd van de Bundesliga, weet ik niet. Maar was Bayer Leverkusen tegen FC Augsburg. Kijk, hier zit ik in het stadion. Best wel een leuk stadionnetje, moet ik zeggen, hoor. Er zit niemand achter je bijna, dat zie ik in je bril. Nee, ik wou het zeggen. Het was vrij rustig ook, moet klein, ik zeggen. Klein stadion. Ja, kijk, hier zien we beter. Het was wel echt perfect weer, moet ik zeggen. Dit was echt fantastisch. Had jij deze foto gemaakt? Ja. Lijp. En wij zaten precies in deze hoek. En kijk, daardoor lijkt het nu hier nog wel heel erg vol. Maar als je daarboven kijkt, zijn helemaal leeg. Die grijze vlakken zijn helemaal leeg. Dus het was voor een Duitse voetbalwedstrijd was het niet heel erg druk bezocht. Hoe kan dat? Is dat weer? Of is dit gewoon nog nergens voor? Ja, ik weet niet. Je hebt natuurlijk in Duitsland hebben mensen meer nog angst voor de pandemie en dat soort dingen. Dus dat zal wel meespelen. Warmte. Het was veel te warm. Dat moet ook wel gezegd worden. En er staat nog niks op het spel natuurlijk. Dus het is natuurlijk als het eerste of de tweede wedstrijd. Ja, maar juist iedereen altijd wel bij zijn. Ja, tuurlijk. Omdat je die zomerstop hebt gehad. Ja, maar je hebt de zomerstop gehad. Dus je hebt ook echt weer zin in om naar het stadion te gaan. En dat is wat ik echt altijd leuk vind. Om naar sportevenementen te gaan. Liefst internationaal. Om daar één cultuur te proeven. Want sport verbindt met elkaar. Maar we beleven het allemaal op een andere manier. Bijvoorbeeld wanneer je naar Italië gaat. Italianen die zijn enerzijds super agressief. Maar anderzijds enorm passievol. Passievol vooral, ja. Ja, ik hou er echt enorm van. Maar juist in Duitsland. Hier. Dit is trouwens Italië. Dit is Stadio. Je kijkt hier alsof je zegt geschrokken. Ja, echt inderdaad. Alsof er hier iemand staat Wacht maar. Tot ik vertel hoe ik hier überhaupt binnen ben gekomen. Nou, dat was echt niet normaal. Dit Stadio Olimpico heet het volgens mij. Het is in ieder geval het Olympisch Stadion in Rome. En daar was ik dit jaar geweest voor Vitesse tegen AS Roma. En in 2017 was ik daar met mijn broertje tegen Lazio. Zaten we aan de overkant van het stadion. Want toen speelde Vitesse tegen Lazio. En volgens mij delen AS Roma en Lazio delen hetzelfde stadion. Binnen dezelfde stad. Dat gebeurt wel vaker. En, kijk, echt. Jesus. Ja, het ziet echt vet uit. Ik hou ook van dit soort foto's. Dan kunnen ze nooit gelijkheid. En wat zei je? Dan kunnen ze, je zit wel altijd in dezelfde hoek. Ja, maar hoe heet het? In Italië gebeurt dat wel vaak, hoor. Bijvoorbeeld AC Milan en Inter, die delen ook hetzelfde stadion. Echt? Ja, daar ben ik ook geweest. Maar echt heel lang geleden. Toen was ik 8 jaar oud. En toen ben ik nog in die kleedkamers geweest. Maar daar heb ik geen foto van. Nee, daar heb ik helaas ik zag wel een jonge Koos voorbij komen af en toe net. Ja, ik heb erbij gepakt wat ik nog kon vinden. Want een heleboel is gewoon verdwenen of ik heb geen idee waar het staat. Maar het probleem is natuurlijk hoe verder je teruggaat, hoe meer oorbellen jij in hebt. Ook dat. En hoe gaarder de foto's. Dat. Vooral dat inderdaad. En als we het nog heel even over dat Olympische Stadion hebben. Daar staat Italië ook wel onbekend. Vooral wanneer je daar naartoe gaat als uitsupporter. Als bezoekende club dus. Je wordt daar wel een beetje als stront behandeld door de Italiaanse beveiliging en politie en noem het allemaal maar op. We hebben echt... Hoe vet dat zelfs die niet onpartijdig kunnen zijn. Dat vond ik in Nederland ook al, hoor. Maar daar is het echt extreem. Ik ga je nu vertellen van... We stonden op een plein te wachten, want je moest naar een bepaald plein komen. Daar gingen de bussen je ophalen. En de bussen zetten je dan direct bij de deur af voor het stadion, zodat je niet langs Italiaanse supporters al loopt. Ja. Weet je wel? De ultras. Dat. Vervolgens kwam niemand ons ophalen. En op een gegeven moment begon de tijd toch wel echt te knijpen. Weet je wel? Van, hallo, de wedstrijd begint over een half uur. Wij staan nog op het fucking plein. Wat 20 minuten moeten we rijden, weet je wel? En vervolgens, uiteindelijk toch nog opgehaald. Kwamen we bij het stadion. Moesten bij het stadion weer een half uur lang buiten wachten.
En je kwam er niet in met als je geen mondkapje op had, maar je moest daar ook echt zo'n... FP2 of zoiets. Ja, in ieder geval zo'n eentje moest je hebben, anders kwam je er niet in. Nou, dat was van tevoren niet gezegd. Dus heel veel mensen hadden dat niet, ik toevallig wel, maar daardoor bleef die deur gewoon heel erg kut om naar binnen te komen, want er stonden een paar honderd man, misschien meer dan 1000, en die moesten door 1 fucking deurtje waar 1 persoon per keer er doorheen kan. Vervolgens was ik eindelijk aan de beurt en we komen daar, je wordt gefouilleerd, wordt nog een keer gefouilleerd. Ik werd 3 keer werd ik gefouilleerd voordat ik überhaupt mocht doorlopen. En vervolgens liep ik door. En toen werden we in 1 keer door de politie aan de kant getrokken. Werden we achter een container neergezet. Moest mijn broek uitdoen. Ja? Maar gewoon tot je fucking balletjes. Ja. En bukken en blazen. Ja. Nee, ja? Dat niet. Oh. Maar echt... Fucking, ja, weet je. Maar voor wat? I don't give a shit. Ja, voor dat je geen verboden middelen meeneemt of wat dan ook. Ik weet het niet. Maar ook bij vrouwen deden ze dat. En dat waren gewoon mannelijke politieagenten. En daar zijn ook nog een aantal boze brieven over. Zijn kamervragen gesteld. Ja. Nee, dus dat. Maar het is Italië. Ja. They don't give a fuck. Is ook een Tweede Wereldoorlog. Het loopt altijd met de scissor af en ze doen er helemaal niks mee. Maar, ja, maar sterker nog, waarschijnlijk moest jij je ballen laten zien, zodat die guys naar vrouwen konden kijken. Zo van, als we er nu alleen maar... We moeten er guys naast zetten, want anders dan is het heel duidelijk dat we hier gewoon naakte chicks willen zien. Het zou zomaar die gedachtegang kunnen zijn. Het is een blijf Italië. Ik wou net zeggen. Dat blijft altijd een beetje dubieus wanneer je bepaalde sportwedstrijden bezoekt. En dan blijf maar gewoon foto's tussendoor gooien, hoor. Heb je niet, want ik heb altijd... Het moet het warm houden. Maar ik vind dat gedeelte juist altijd... Daardoor ben ik zo klaar met voetbal en sport in het algemeen. Hoe klein is dit? Dit is echt best wel huge. Ja, het ziet er echt perspectief. Heel Koos klein is uit. Dichter bij de camera. Ik snap het. Koos is geen reus. En dit is niet een maquette van een NBA. What is this? Is this a school for maar ads? Dit is toch niet het Staples Center? Dit is zeker wel het Staples Center. Daar ben ik ook binnen geweest. En dat voelde massive. Maar het ziet er inderdaad in dit perspectief zo klein uit. Nou, ik moet ook zeggen, ik had kaartjes voor de nosebleeds. En de nosebleeds, dat zijn helemaal bovenin. Het heet nosebleeds omdat je, ja, volgens mij als je hoog in de bergen bent, kan je ook... Waar weinig zuurstof is, krijg je bloedneuzen. Daarom heet het ook nosebleed. Dat je zo naar beneden moet kijken dat het inderdaad altijd bloed naar je neus gaat en je daarom... Wellicht, misschien een van die dingen. En Amerika. Ik hou van Amerika, man. Dat weet je natuurlijk al. Ja. En ook Amerikaanse sport. Hou ik van jou? En, nee, de Amerikaanse sport en de beleving daarbij, die is fantastisch. En dit was dan in het Staples Center inderdaad. Daar ben ik 3 keer geweest volgens mij, nu in totaal. Kijk, dit is nog een shotje van bovenaf. Dit is waar ik zat namelijk. Ja, ik zie nu inderdaad zit waar iedereen hier gewoon door elkaar? Heb je ook een uitvak? Nee, je hebt geen uitvak. Ze hebben geen ultra's daar. Het is vrij gewoon normaal. Dit is inderdaad niet die hooligan cultuur. Die heb je daar niet. Dit is gewoon dagjes uit cultuur. Ja. En enerzijds is dat kut. Maar anderzijds, dat is zo'n fucking enorm verschil met Europa, weet je wel, qua sportbeleving. Ja. Weet je, je hebt daar de hele tijd muziek die gedraaid wordt. Iemand die de hele tijd op orgel zit te spelen, een MC, de hele fucking wedstrijd door. Ja, maar dat is, ja, oké, dat is. Dat mag niet zeggen. Daarom ben ik op een gegeven moment. Ik ging vroeger altijd naar NC. En ik ben daar, op een gegeven moment was ik 18 en toen waren mensen, je bent een kangoer, je bent een dit. Toen dacht ik, waarom de fuck zijn jullie over een bomspelletje? En ook gewoon echt vechten en shit. Toen dacht ik, wat de fuck doe ik hier? Ja, alles met sport was toen ook gewoon, was ik klaar. Nee, dat snap ik. Dat is een van de dingen die voor mij sport echt kapot maakt, inderdaad. Ja, dat hooliganisme. Dit is Bordeaux, die wilde ik als in een last proeven. En ja, dit was Koos. Ja, dit was ik. Hier was ik. Links was ik. Ja, ik was hier denk ik 19 ja? of zo. Want je ziet eruit als echt een tiener die nog niet volgroeid is. Oh, 2009. Ja, ik wou zeggen 2009, zoiets. Dus dit is mijn vader, die is geschrokken ergens van, denk ik. Ja, van jou. Hij dacht dat het flitskoplamp was. In hindsight. Maar, ik zal maar meteen even zeggen. De reden waarom ik deze als ene laatste eigenlijk wilde bewaren, is omdat dit was voor mij de allervetste ervaring waar ik ooit ben geweest. Dit was een Bordeaux, Girondin de Bordeaux. Het seizoen daarvoor... waren ze nog kampioen geworden van Frankrijk. En pak ook maar de tweede foto bij. Ik heb echt maar 2 foto's hiervan. Omdat ja, dit is nog in de tijdperk dat de iPhone aardappel kwaliteit had. En ja, dit is ook de enige gare foto die ik nog heb van binnen het stadion hier. En het grappige was, je kan... Maar dat ben jij. Ja. je kan het misschien al een beetje zien aan de tribune daar en zo. Maar dit is zo'n pleuris oud stadion. Dat echt,
echt niet normaal. Maar in de good way? Ook wel groot. Maar in de good way, laat ik het zo zeggen. We kwamen aan bij het stadion, want we gingen even van tevoren al koekeloeren, maar dit was uren van tevoren, dus er was ook nog niemand. En we komen aan bij het stadion en het is, nou, dit kan er niet zijn. Dit is gewoon het oud klassiek stadion die ze nog in de stad hebben staan. Dit kan niet het Bordeaux stadion zijn van de ploeg die net kampioen is geworden van de league. En dan moet je wel goed op zijn Frans uitspreken natuurlijk. En dus ik sta letterlijk voor het stadion en ik vraag aan de guy van die daar staat. Welcome to special. Van, excuse me, where can I find the Bordeaux stadium? En kan je voorstellen dat je letterlijk voor de Amsterdam Arena staat? Waar is de Johan Cruijff Arena? Ja, hier? Neem je in de maling. Ja, zo zat hij te kijken. Maar het was dus echt het oude stadion. Maar het vette daarvan was natuurlijk dat hij zo heel erg oud was. Maar dit is de meest fanatieke supporterschare die ik ooit in mijn fucking leven heb gezien. De hele fucking tribune schudde en trilde, weet je wel. Echt de hele wedstrijd lang. Ze hebben 90 minuten lang zitten schreeuwen, springen en dansen. En ook hier gezelligheid. En ook hier liepen gewoon de fans allemaal door elkaar heen. Ja, precies. Nee, ze hadden gewonnen. En Chamak, Marokkaanse spits, die had twee keer gescoord, geloof ik. En dit was echt de vetste ervaring. Maar waarom was je bij die Franse wedstrijd? Wij gingen altijd op vakantie. Regelmatig op zoek op vakantie in Zuid-Frankrijk. Ja, en het was gewoon voor vakantie en jullie waren er en die wedstrijd werd gespeeld. Ja, we waren voor voetbal. En we weten dat Fransen echt krankzinnig zijn. Fransen zijn echt, in mijn beleving, van alle supporters, de meest krankzinnige supporters ever. Want wij gingen dus al regelmatig naar Zuid-Frankrijk. En dit is niet een wedstrijd waar ik ben geweest. Maar ik ben ook wel eens in Frankrijk geweest toen het EK of WK er was. Dat zij uiteindelijk wonnen. En dat was tegen Italië met de kopstoot ook, weet je wel, van Zidane. En zij werden. Toen werd Italië wereldkampioen, maar dat ze de finale hadden gehaald. Wij gingen dat kijken in een of andere dorpje ergens in Frankrijk. En die Fransen waren door naar de finale. Iedereen ging de straat op met auto's, toeteren. Ja? En echt. Bam! Tegen elkaar aanbotsen. Hey! Met auto's? Met auto's tegen elkaar aanbotsen. En fucking dingen omver rijden. Prullenbakken. Fransen? Zo ken ik ze helemaal niet. Het was alsof... Het was echt, kijk, als je niet had geweten dat Frankrijk naar de finale was... Ja, dacht je van de nieuwe Franse revolutie. Ik zit in de Purge. La Purge. Maar echt dat. Ja. Echt, ik heb nog nooit zoiets gezien. Echt, mensen reden echt expres tegen elkaar aan. En lachen. En wat. Nooit zoiets gezien. Of je was een belasting dronken voor het leven. Nee, ik was toen echt nog heel jong. Ja, daarom. Een paar biertjes dronken, helemaal wappie. Dronk ik volgens mij nog geen bier. Dus nice. Ja, dat was echt lang geleden. En ja, was ik zo blij. Ja, waar ben je nog meer geweest? Kijk, deze is laatst. Dit is Oostenrijk. Spielberg. Hier werd Max Verstappen helaas tweede. En Charles Leclerc eerste. En het grappige hiervan was... hier ben ik in de hekken geklommen. En dan zie je dat ik... Ja, ik wilde gewoon even dicht bij die pitstraat natuurlijk ook zijn. Maar je mocht niet... je mocht helemaal niet over de hekken heen. Dus ze zaten in het publiek. En weet je, het is traditie... om bij Formule 1, zodra de race is afgelopen... dan klim je over het hek... dan sta je gewoon op de baan zelf. Dat is natuurlijk al een vette ervaring. Maar je sprint naar het fucking podium. Omdat daar natuurlijk de... Champagne te vangen. Ja, dan moet je wel heel erg veel massa hebben, denk ik. Hoe als je ook maar één druppeltje opvangt. Maar je rent naar het podium. En daar zit natuurlijk ook gelijk de pitstraat bij. Doe maar ook gelijk de volgende foto's, hoor. Want ik heb hier ook meerdere foto's van... En dan daar kom je heel dichtbij. En je ziet zeg maar alle bekende koppen. Ja, kijk, hier klom ik in de dingen. Jezus, wat een fucking massa mensen, zeg. Ja, dat is echt niet normaal. Claustrofobisch. Ja, van deze als je naar kijkt, zeker weten. Maar dat was het ding. Kijk, hier is het kereltje gegeven... komt nooit meer met zijn hoofd uit het hek. Het zit gewoon vol. Die hangt er nog. Ja, die hangt er nog steeds. Maar je mocht dus niet de baan op hier om een of andere reden. Wat heel raar is, want mensen werden ook een beetje grillen van. Ja, maar kijk, hier was het podium ook. Dan zie je Nederlands vlag links. Maar in het midden. Ik heb deze wedstrijd gekeken, toch wel een stukje. En op een gegeven moment, maar iedereen heeft zoiets. Ja, fuck dat. Dat is Formule 1 traditie, weet je wel. Dus er liepen al wat mensen naar voren. Toch naar het hek, weet je wel. En dan kwam al de eerste steward, die begon aan te trekken. En daar kwam al de tweede steward, weet je wel. En op een gegeven moment waren er volgens mij 8 fans en 3 stewards. Ik dacht, dit is mijn kant. Dus ze waren al die andere gasten naar beneden aan het trekken. En ik klaats, ik rende kaarten naartoe. Ik klom er overheen en ik zag gelijk een steward op me afrennen. Die trok nog aan mijn been.
En doordat hij aan mijn been trok, kreeg ik echt de pin van het hek, ging in mijn knie. Ik heb nu echt een flinke snee op mijn knie ook zitten. En echt bloed spatte eruit en liep naar beneden. Over die stewards. Ja. Hij heeft Carrie, dus good on you, de scène van Carrie. Ja, zo zag het er ongeveer uit. Ja. Zonder te overdrijven natuurlijk. En, en ik moet zeggen, Spielberg was echt een fantastische ervaring. Want Formule 1 is over het algemeen best wel elitair qua prijzen. Ik bedoel, je betaalt makkelijk €250 alleen al voor kaartjes om überhaupt binnen te komen. In Italië moest je €8 per bier betalen. Hoe lang duurt dat dan? Hoe lang word je dan vermaakt? Of de hele dag. De hele dag. Echt, dat is bijna, het is Europees-Amerikaans bijna. Amerikaans is echt show. En dit is een opeenstapeling van dingen, zeg maar. Showtjes, ja. Het is geen, weet je, er staat wel muziek op, maar het is niet een soort van superparty. Het zijn allemaal stukjes die het een beetje zo. Niet dat Shakira komt optreden in de tussentijd. Nee. Maar je hebt wel DJ's bijvoorbeeld. En prelims en waarschijnlijk ook wat andere classes die langskwamen. Preliminaries, gewoon weet ik veel, testrondjes of eventjes een show. Ja, weet je, ik dacht dat ik iemand dood zou gaan. Dat was echt niet normaal. Echt. Ik heb me nooit zo eng gevoeld. Er sprongen parachutisten uit een stuntvliegtuigje van Red Bull. En letterlijk, ik denk 30 meter boven de grond. Het gaat niet goed. Hij komt echt kaarsrecht naar beneden. Echt kaarsrecht. En dan vlak voordat hij de grond. Wij dachten allemaal, oh nee. Van, nou, hij gaat vallen vast op de grond. En ik. En hij ving hem nog op. Wat, met ze? Hij kreeg hem letterlijk vlak voor het einde, kreeg hij nog recht. Oh, jezus. Misschien was het wel stunt. Was het een stunt of geluk, denk je? I don't know. Ik dacht echt van, hij gaat dood. Ja. Gewoon zo dichtbij en zo hard ging het ook in één keer naar beneden, weet je wel. Dat was echt debiel. Maar als we nog even twee foto's mogen zien van Spielberg, want dan zie je ook waar ik zat en het overzicht. Want Spielberg, wat wel echt vet was aan de plek waar ik zat. Steven? Nee, niet Steven. Steven Spielberg. Is namelijk de plek waar ik zit. Ik zat na bocht 1 op het lange rechtstuk. Maar omdat het in de berg is, kan je best wel goed en ver over die hele fucking track uitkijken. Dus meestal zie je, en in Spa was het bijvoorbeeld zo, zie je een auto voorbij rijden. Je ziet een bocht. Dat was het, weet je. En daar Spa is ook een bos, helemaal volgen, weet je. En dat was best wel gruwelijk. Maar oké, daar hebben we geen foto van. Oh, hier wel. Kijk, hier zie je dat een beetje. En het gaat natuurlijk van beide kanten op. Hier, ik probeerde. Dit is mijn schuld dat we het niet goed zien. Maakt niet uit. Maar je ziet al bijvoorbeeld hiervoor is dan een lang rechtstuk. En dat loopt daarachter helemaal zo lang door. Je kan bijna alles zien. Ik zag Lewis Hamilton daar crashen natuurlijk ook in de barrière. Tuurlijk. Dus, en het biertje was goedkoop. En dat was dus het allermooiste van Spielberg. Je mocht gewoon je dat eigen. Dat was het allermooiste. Ja, nou, maar omdat het zo'n dure fucking bedoeling is. Want besef, €250 voor het ticket. Je moet ook nog ergens slapen. Mm-hmm. Je moet vervolgens de 1200 kilometer rijden of zo, weet ik veel. En benzine moet je betalen, wat op dit moment ook pleuris duur is. Dus het is wel echt een duur weekend. Dus alles wat je kan meenemen, is mooi meegenomen. En je mocht daar gewoon naar binnen met je coolbox en je eten. Chill. En dat scheelde in ieder geval. Mensen hebben allemaal te kamperen. Ja, te picknicken. En ik moet zeggen, ook al had je dat niet, de prijzen op Spielberg waren heel erg goed doen. Want daar betaalde je volgens mij €5,5 voor een half liter bier. En gewoon voor een broodje schnitzel, wat echt gewoon goedvullend was €7 of zo. Dus dat valt allemaal wel mee. Ja. Ik ben ook een keertje naar Italië geweest. Monza, dat was echt heel lijp. En kijk, hier zie je het. Ik zat. Even een NPC-pose. Nou, dit was eigenlijk niet een echte foto die ik had genomen. Omdat bijna eigenlijk de echte foto die ik hiervoor had, die was recht opgenomen. Maar dat werkt niet zo goed natuurlijk voor dit item. Nee. Maar dit is de laatste bocht. Heb ook die tas naast je. En de navel van die ene dude. Ik zie dat nu pas. Maar ik zat hier. Spectacle! Sorry. Ja zeg. Wauw. Nee, sorry. Gecanceld. Ik zat hier rechts bij de allerlaatste bocht was dat. En daar kan je ook nog wel wat mooie uitremacties zien op een gegeven moment. Ik heb ook altijd wel een stijlregel. Ik koop altijd merch van het team, een beetje wat bij dat circuit hoort, koop ik altijd ter plekke. Dat is ook gelijk mijn fysieke aandenken voor de race. En in dit geval. Dat is het. Je wil een fysiek aandenken hebben van de race. Ja, en in dit geval was het Ferrari petje. Doe je dit dan nog wel eens aan? Als ik online ga racen of zo, weet je wel. Ja, precies. Want je gaat niet met je Ferrari pet op naar Zandvoort, omdat je daar een Red Bull petje op wil hebben. Nee. Ik zou dat dus precies wel doen. Ja,
Kijk, dat is vervelend weer. Dan kom je een beetje op wat Yui zei. De Nederlandse Max Verstappen fans zijn gewoon erg vervelend. Dat moet, ja, die wil ik dan ook antagonizen. Ja, maar ja, er zijn er heel veel van, Jelle. Dus, als in agressief en zo? Ja, ik zag op Spielberg... kijk, Spielberg, dat is trouwens... Dit moet ik trouwens wel heel even vertellen. Dit was dus in 2019, volgens mij, Monza. En het vette hieraan was... En dit is echt met de iPhone 3 geschoten, want mijn batterij was leeg. Maar dit was in 2019. En dit was de eerste keer in 10 jaar... dat Ferrari weer won op een eigen terrein op Monza. En mensen gingen dus helemaal lijp. En ik heb ook nog een shot vanaf de andere kant. En ik was in zo'n... als je Monza kent, je hebt vlak voor start-finish heb je een hele lange paal. En daar was ik ingeklommen om... Ik probeerde nog enigszins die mensenmassa op de gevoelige plaat te leggen. Maar dat kijk dan. Hooligan die je er bent. Kijk, daar zie je Heineken, dat is het podium. Ja. En kijk die mensenmassa, joh. Ja. Dit was echt niet normaal. En wat ik al zei over Italiaanse fans, die zijn het meest passief voor het nou. En al helemaal, wanneer ze 10 jaar niet hebben gewonnen op hun eigen terrein, en dan wel, dan is het echt feest. En Monza was sowieso ook echt een hele vette plek om te verblijven. Nice. Ik dacht dus dat bij de F1, of dat het daar niet echt ging om uit welk land dat kwam, dat het gewoon dat je gewoon voor een team. Ja, maar ja, als Italiaanse automaker, dan ga je natuurlijk wel bij... Als je Italiaan, ga je voor dat Italiaanse automerk route natuurlijk. Ja, voor mij is het... Ik ben meer een Formule 1-fan dan een Max Verstappen-fan bijvoorbeeld. Ik hoop dat Max Verstappen wereldkampioen wordt, omdat het gewoon enorm bijzonder is. Maar ik volg bijna elk team van de Formule 1 en ik vind het allemaal vet, weet je wel. Mm-hmm. En als Leclerc gewoon een beest van een race rijdt, dan gun ik hem dat ook. Wat is jouw favoriete underdog? Op dit moment... Ja, dat is moeilijk, man. Want ik zie het niet zo... Ja, Carlos Sainz misschien dan een beetje. Want dat is gewoon een hele goede coureur. Maar die wordt nu een beetje het snot voor de ogen gereden door Leclerc. Omdat hij een bloedvorm verkeert. Maar dat denk ik dan of zo. Of Lando Norris. Maar die heeft gewoon niet de auto ervoor. Ja, kan nog steeds underdog. Dat lijkt me juist leuk. Dat iemand gewoon in een superkutte auto meerijdt. Maar dat hij dan wel... Dat hij altijd laatst... Nou, dat hij het gewoon naar zijn zin heeft. Bijvoorbeeld wie dat vorig jaar was. George Russell. Die rijdt nu dit jaar voor Mercedes. Echt een topteam. Maar die reed vorig jaar voor Williams. En die deed echt onmogelijke dingen met de Williams auto. En dat is wel heel erg gaaf om te zien, inderdaad. Autosport. Ik ben ook een keertje in Amerika. Laten we dat voor volgende... Nee, zet hem uit. Wat? Nee, we zijn al zo lang bezig. Oké, ik wil nog 2 dingen laten zien. Even autosport dan alleen. Want ik wil gewoon de volgende warme babbels gaan we gewoon verder waar je gebleven bent. Want jij hebt ook nog een onderwerp. Nee, maar dat kunnen we ook. Ik ben al bijna klaar. Oké. Okay. Dus we hoeven niet allemaal af te gaan. Maar ik ben al bijna klaar. Dus dat doe ik deze en die ik als laatste had overgehouden. Ik dacht dat je nog 20 foto's had. Nee. Daarom zei ik ook, blijf die foto's maar erin gooien. Dit was NASCAR. Ik had nooit verwacht dat ik NASCAR vet zou vinden. Want ze rijden echt alleen maar in ovaal rondjes. Maar toevallig hadden wij, omdat mijn ex-vriendin, er was een veteraan, die werd in het zonnetje gezet, kregen wij van een bepaald merk, die ook de sponsor was van de NASCAR driver, kregen wij VIP-tickets. En dit was de skybox waar we zaten. Voor start-finish was dit. Je ziet daar de auto's rechts al opgelijnd voorbij komen. En als je dat eenmaal in je leven hebt meegemaakt, als NASCAR-auto's voorbij komen rijden, violence. Ook al zit ik 30 meter hoog, dude, het is alsof er een aardbeving aan de hand is. Echt, je voelt het in je maag, je voelt het helemaal trillen. Nou, we hadden dus een skybox met onbeperkt fucking fried chicken die je erbij kon pakken. Nice. Onbeperkt bier, maar dat is Bud Light. Dus die... Nou en, gratis is gratis, maar. Ja, gratis is gratis. En we mochten overal komen, ook in de pitstraat. We kregen headsets op, waarbij we ook gewoon over het teamradio konden meeluisteren met alles wat er gebeurde. Yep. Ja, dat was echt een ongelofelijke ervaring. Ja? Nou, waar jij zat, zie je ook het... Jij ziet zo'n rondje, maar ik had het gevoel dat de mensen waar de pleb zat... Nee, die zien dat niet. Die zien niks. Die zien één keer pion en dan zijn ze daarachter de hele tijd. En ik moet ook zeggen, zo'n race duurt ook echt... lang, want ze rijden ook voor, ik weet niet eens hoeveel rondjes, het was echt pleurisveel. Maar dit is het mooie, en dat is ook wat gebeurt bij baseball bijvoorbeeld, en ook hier is dat.
buiten dit stadion, want het is een soort van half stadion, heb je een gigantische fucking plek nog. En daar is een kermis, daar zijn experiences. Echt, er is bijna half pretpark is er gebouwd. Nice. Vervolgens heb je echt een parkeerplaats wat echt kilometers lang is. Daar hebben mensen een pick-up truck staan. Ja, wat gebeurt daar achter? Nog binnen de ring. Wat zijn het motorhomes van de dat coureurs? Dat zijn allemaal motorhomes. Van de coureurs. Ja, dat zijn allemaal trailerparkpokkies. Pixar Cars heb je ook altijd die shit. Dat zijn coureurs, dat zijn crew, dat is van alles. En dan rechts heb je echt een parkeerplaats. En dat was het allervetste. Daar zaten gewoon echt allemaal Amerikanen met klapstoeltjes, barbecue. Voor hun is dit gewoon echt een geweldig eigenlijk. Wat is nou zeg maar de truc hiervan? Waar zit hier het slimmigheidje in het spel? Is dat, want je rijdt de hele tijd rondjes. Dus er is heel weinig... Het is een endurance race. Het is endurance. Het gaat erom wanneer je tankt en wanneer je... Ja, dat. Het is endurance. Banden. Maar hoe je slipstreamt. Want als je slipstreamt, weet je, dan heb je minder benzine nodig. Dus dat kan je allemaal... Het is vrij rowdy ook. Volgens mij mag je niet beuken, maar gebeukt. Nou ja, er gebeuren vaak genoeg ongelukken inderdaad. En die zijn inderdaad best hard. Alright. Maar om hem af te ronden, dan de laatste. En dat is niet een stadion waar ik naartoe ben geweest omdat het in het buitenland is. Maar gewoon omdat ik dit is het vetste wat ik ooit heb gedaan in het stadion. Ik heb gewoon een fascinatie voor stadions. Ze zijn heel erg indrukwekkend. Ja, grappig. Ik heb mag ik niet heel erg zeggen in mijn warme babbels natuurlijk. Maar ik vind het juist een hele vervelende plek. Ja, waarom? Ja, omdat het gewoon claustrofobisch. Ik heb een hekel aan hele dromme mensen bij elkaar. Ja, daar heb je wel wat mee te maken. Weet je, met gates en soort van vluchtwegen. En hetzelfde heb ik in een vliegtuig. En dat heb ik ook in stadia en wat dan ook. Ik denk van, als hier shit hits the fan, weet je, de chaos die dan ontstaat, daar ben ik gewoon te anxious voor. Maar dat heb ik ook mee, want dat heb ik ook. Voor gewoon inderdaad heel veel domme mensen. En je moet rijden en door smalle gangetjes gaan en zo. Ja, dat. Dat moet ik allemaal voor lief nemen. Wel omdat ik het zo fucking vet vind. Maar het laatste is bij Ajax. En want ja, ik ben natuurlijk een Ajax-fan. En ik ben een Ajax-fan. Dus heb je gewoon op de pitch van de arena gestaan? Ja, en sterker nog, gewonnen. Want, wat gedaan? Het was een heel voetbaltoernooi. En wat was je fit? Toen was ik echt nog fit. Ja, jong. Zeker. Want dit is ook een beetje de big tijd, volgens mij. Ah, weet je, toen train ik nog best wel veel. Maar dit was een toernooi in de Amsterdam Arena. Toen heet het nog de Amsterdam Arena in plaats van de Johan Cruijff Arena. Ja, dat is de droom voor iedere jongen. En we mochten daar een heel toernooi voetballen. Maar je hebt een Ajax-shirt aan. Ja, want dat was met mijn vrienden. We hadden ons ingeschreven. En toevallig hadden we gewonnen en werden we uitgenodigd. Want niet iedereen kan dit natuurlijk doen. En toen hadden we afgesproken, we doen allemaal ons zwart-rode Ajax-shirt aan. Want ik kan me voorstellen dat heel veel mensen een normaal Ajax-shirt aan doen. Dan hebben we in ieder geval allemaal nog gewoon een beetje hetzelfde shirt aan. En toen had iedereen dat bedacht. En toen... Maar kijk, je ziet al, dat is tegenstander. Die hebben normale Ajax-shirts aan. En wij hebben allemaal zwart-rode shirts aan. En het kwam uiteindelijk neer op een beslissende penalty-serie. En dit is een mattie van mij. En hij tikt echt letterlijk bij de laatste penalty van tegenstander. Tikt hij zo uit de goal. En, het is altijd vet inderdaad wanneer in penalty series niet maar dat hij hem inderdaad tegenhouden. Keepers zijn echt de sterren altijd van penalty series. Ja, en dit was echt, echt ongelooflijk. En het was super vet vervolgens. En dat was misschien nog vetter zelfs eraan. Niet alleen dat je in het stadion hebt gevoetbald op het echte heilige gras. Mij, maar is wat we kregen na de hand, dat was een cadeautje van de club, omdat we hadden gewonnen. En dat is een mini-schaaltje, een kampioenschaal van echt tin. En dat is wat alle spelers krijgen als ze kampioen zijn geworden van de KNVB. En die kregen wij toevallig ook. Dus we hebben echt, want ze waren dat seizoen kampioen geworden. En wij hebben exact hetzelfde kampioenschaaltje wat iedere Ajax-speler thuis ook heeft staan voor dat seizoen. Heb ik ook thuis aan op mijn vensterbank. Ja, wat vet. Die eerste foto was een soort van... Je was zo flabbergasted door iets dat je de bal niet aan zag komen. Zo ziet het eruit. Nee, ik denk dat ik of net een paas heb gegeven. Ja, of hij dat kwam ik net hem, aan. Ja, of dat hij net aankomt inderdaad. Ja. Dus dat. En met het prijs geld heb je toen twee hele mooie diamanten oorbellen gekocht. Ja, zeker. Dat had ik toen nog. Ja, hebben we hier diamanten oorbellen van welke sportdingen zoals dat? Sorry Jelle. Dit verhaal met Chester heb ik niet verteld. Dit moet ik vertellen. Sorry. Het spijt me. Sorry. Ja, er zijn zoveel herinneringen. Maar hier zie je mij aan met een Ajax-shirt, toch? Ja. In de fucking fanstore van Manchester United. Nou, wat was er aan de hand? Ajax speelde in de Champions League tegen Manchester United. Of Europa League, weet ik even niet meer. Eén van die twee. Ajax speelde tegen Manchester United. Het was toen nog de UEFA Cup, toch?
Nee, volgens mij deed toen ook al Europa League. Maar Champions League of Europa League, doet er heel even niet toe. Ik en mijn vrienden zijn Ajax-fans, dus wij hadden zoiets van, nou, weet je wat we gaan doen? Dit jaar gaan wij gewoon een Ajax-wedstrijd, uitwedstrijd gaan we pakken en dat wordt echt fantastisch. En dan gaan we gewoon met de auto, we maken een roadtrip. Dus we zijn met de auto van Arnhem naar Manchester gereden. Ja. En dit was de avond ervoor, toen trainde Ajax in het stadion. Dat is altijd normaal. Mag je daarheen? Het is vrij toegankelijk. Ja, dan mag je gewoon naartoe. Volgens mij, als je kaartjes hebt, ook voor de wedstrijd. Oh, ja. Dit was mijn zitplek voor tijdens de wedstrijd. Zeker plek. En vervolgens heb ik nog een foto van deze wedstrijd. En dan zie je dat ik een jack aan heb. En dus niet mijn Ajax shirt, maar een Manchester United jack. Nu komt het. Er waren heel veel Ajax-fans daar natuurlijk. Want wij konden geen plekken meer krijgen voor het uitvak. Dat was meteen uitverkocht. Ja. Dus wij konden, wij hebben clubkaart genomen van Manchester United. En met de clubkaart van Manchester United tickets gekocht voor gewoon het thuisvak. En vrienden van ons die we kennen, dus niet onze groep, maar vrienden van ons die we kennen, die waren al naar het stadion gegaan wat vroeger dan dat wij waren. Wij waren nog in de stad aan het zuipen en zij waren al naar het stadion. En volgens krijg ik heel paniekerig een belletje. Jongens, pas op als jullie naar het stadion komen. Ze pakken alle Ajax-fans, halen ze uit de rij en die komen gewoon niet meer binnen. Ja. Dus oh fuck. En ik heb een Ajax-shirt aan, weet je wel. Dus van ja, ik word meteen gepakt. Toevallig kennen wij een local. Die spreekt dus gewoon echt Brits-Engels, weet je wel. Dus laten we gewoon doen alsof we bij hem horen. Hij doet een beetje gewoon small talk met de bouncers. Of hoe het ook heette, de stewards, sorry. En dan lopen wij gewoon snel erachteraan. Maar een vriend van mij had een heel Manchester United trainingspak. En ik had een Ajax-shirt aan. Dus ik zei van, dude, geef me je jack, man. Ik heb je jack nodig, anders kom ik niet binnen. Dus hij gaf me mijn jack. Nou, hij had nog een Manchester United broek aan. Ik had zijn Manchester United jack aan. En een andere vriend van mij had dus zijn blote tietjes. Nee, hij had gewoon een normaal shirt. Maar niet met Ajax erop. En een andere vriend van mij, die hadden gewoon even snel bij Spuitbus, MCU. Nou, die hadden een groen-geel Manchester United sjaaltje om. Want de echte fans, die verachten een beetje het nieuwe commerciële Manchester United. Groen-geel is nog old school echt, oh, weet je wel. Okay. Dus hij had dat genomen. En vervolgens, we komen bij het stadion. Die guy gaat met stewards praten. En ik voel echt iets aan. Ik loop er strak achteraan en ik knipoog een beetje ook naar de steward. Ja, dus ze lopen naar boven. Oh, en Nata! Good man! De guy met die groen-gele sjaal, die loopt ook strak achter mij aan. En op een gegeven moment, we lopen door. En waar is Ivo? Waar is onze Mattie? En die was dus tegengehouden. De local? Ivo. De laatste. De man waarvan ik zijn Manchester United jack had geleend. Nee, het kut. En ja, het spijt me echt, Ivo, maar hoe heet het? Dus dat was echt zo. Mag je kaartje zien? Ja. Die werd meteen doorgescheurd. Waarom? Je mag toch als Ajax-fan wel dat fucking stadion in? Ja, dat mag dus niet. Hoe wist hij dat hij een Ajax-fan was? Nou, ze hadden voelden al een beetje nattigheid. En hij liep denk ik niet strak genoeg achter ons. Dus ze hielden iedereen een beetje aan om even te vragen. En toen zeiden we, oké, waar kom je vandaan? Toen zei hij Denemarken. Ze zeiden, oké, wat is je adres in Denemarken dan? Ja, dat kon hij niet zeggen. Glubben. Ja, dat kon hij niet zeggen. Dus toen viel hij gelijk door de mand. En toen moest hij, kwam die stadion niet binnen. En toen moest hij gewoon terug naar het hotel. Daar lekker gekeken op de bank. Ja, of gewoon op het tv'tje de wedstrijd gekeken. We hebben gewonnen als Ajax zijnde ook nog eens. Ja, dat shirt uit. Of die dingen zijn. Fuck jullie allemaal. Zo'n jasje ook nog kapot. Ja, dat bedoel ik. En, jasje stuk. Ja, en jasje van je stuk. Wat we wel hebben gedaan nog als een soort van wie de good mag doen voor hem. Het is heel lullig. Hij is helemaal vanuit Arnhem naar Manchester gereden. Want we waren ook met zijn auto. Hij was ook nog de bom. Ja, we waren met zijn auto gegaan. Ik heb zijn jack gepakt, weet je wel. Dus onze hotelkamer was kamer 404. En toen hebben we een Manchester United shirt gekocht. Met fuck 404 on tour hebben we nog erop gezet. En die hebben we aan hem gegeven. Maar wat was dan? Ik voelde echt iets voor aankomen. Dat jullie als nep Manchester fans naar de kleedkamer van. Want het zag eruit alsof je in de kleedkamer stond. Waar? Dat je die allereerste foto het was fanshop. Ja. Maar het zag eruit alsof jullie in de kleedkamer. Dus dat je een soort van als Ajaxide werden uitgevonden. Nee, hebben jullie trouwens in de kleedkamer? Oh, short mate! Dat je doet alsof je Engels bent. Nu zie ik inderdaad dat het een fanshop is. Maar in mijn hoofd was het even de
Dat heb ik met een rugbywedstrijd gehad in Zuid-Afrika. Inderdaad. Dan dachten ze dat wij van dat we speciaal uit Nederland waren gekomen voor die wedstrijd. Dat bedoel ik. Kregen we een hele rondleiding door te staan. Maar daarom, ik baalde van één foto dat ik die niet had. Want ik zei, ik was vroeger als klein achtjarig jongetje ook naar San Siro geweest. Van Inter in AC Milan. En daar zit ik wel in de kleedkamer. Dat is echt de meest aftandse kleedkamer die je ooit hebt gezien. Maar het was echt nog eind jaren 90, denk ik of zo. Of begin half 90. En daar zit ik... Lulik op de plek van Nwankwo Kanu, een legendarische Ajax-speler. Ook zijn shirt hing daar. Dope. Dat was vet. Maar ik kon hem niet vinden, dus helaas. Heel tof. Super warme babbels. Ik heb genoten. Ik heb de warmte niet eens gevoeld hier in de studio. Dus thanks daarvoor. En volgende keer gaan we weer verder met warme babbels.